Het is een leuk feitje. Oh. Vroeger heette de binnenlandse reis heette Randstad Tour. Oh, ja. Omdat ging ieder jaar naar de Randstad? Ja, volgens mij ging het altijd naar de Randstad. En dan, maar vroeger, doe je dit al zo lang? Welkom allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Kick It, de podcast. En vandaag heb ik twee hele leuke gasten aan tafel. Namelijk een bekend gezicht die we al eerder hebben gezien. Hoi. Nou. Ik ben Merle. En een nieuw gezicht. Ja, ik ben Xiamara. En vandaag gaan wij het hebben over de binnenlandse reis. Woep, woep. Ja, maar eerst ben ik wel even benieuwd hoe jullie kerst en oud en nieuw was. Want dit is weer de eerste podcast die online komt na de feestdagen. Dat klopt inderdaad. Ja. Het voelt al heel lang geleden. Ja, ja, echt heel lang geleden. We zitten alweer in week 3 van het, van het nieuwe jaar. Ja, gaat best wel snel. Het gaat echt niet normaal. Ja. Echt niet normaal. Ja, mijn kerst was best wel chill. Ik heb eigenlijk heel weinig gedaan. Ook lekker. Ja, dat was ook wel echt dat ik dacht... heel chill. Ik hoor wel echt veel mensen om me heen die dat gewoon lekker chillen kerst hadden. Ja. Dus dat was wel heel relaxed. Gewoon lekker met mijn ouders thuis. Lekker gegeten, gedronken, spelletjes gespeeld, gesjoeld natuurlijk. Ieder jaar. Classic. Ja, echt. En lekker met mijn opa en oma. Ja, het was gewoon echt super relaxed. Was echt heerlijk. En mijn oud en nieuw was natuurlijk weer echt hartstikke leuk. Wat heb je gedaan met oud en nieuw? Ja, ik ben een beetje naar huizen gehopt met een vriendin van mij. Hier in Groningen? Dus dat, ja, was wel echt heel leuk. Maar dan heb je zoveel adresjes dat ik op een gegeven moment dacht ik heb geen zin meer om te fietsen. Dus ben echt bij huis. Feestje 2 gestrand. Het is wel goed. Heb je het feestje van Tom ook gehaald? Nee, niet eens. Nee. Dat is ook een classic feestje tegenwoordig met de auto. Ja, dat is echt zo'n traditie. Ja, dat. Ja. En jij, Xiamara? Ja, ik heb gewoon echt één chaos ook gehad trouwens. Ik hoor inderdaad heel veel mensen die het heel rustig hebben gehad. Maar ik heb echt alleen maar elke dag feestjes gehad met kerst. En oud en nieuw, gewoon tot oud en nieuw, ja. Wel heel gezellig, lekker veel gedronken, gegeten, heerlijk. Beetje gefeest. Ja. Heerlijk. En nu try January of... Nee, dat gaat me toch niet lukken. Ik heb echt geen ruggengraat. Jij, Merle? Nou, ik heb dus vorige week een hele week niet gedronken. Oh, ja, het is echt heel triest om daar heel trots op te zijn. Maar ik was best trots dat ik het heb volgehouden, omdat er wel meerdere gelegenheden waren waar ik dat wel had kunnen doen. Maar ik dacht even, nee, ik wil even een weekje niks. En het beviel me eigenlijk heel erg goed. Dacht ik, nou, eigenlijk, het is ook leuk zonder alcohol. Ja. Dacht ik, nou, dat is ook wel een fijne, besef. Ja, fijn besef. Ja. Dus, voor de rest, ja, ik probeer wel iets te minderen. Maar, ja. Hoeveel dat kan. Baby steps, hè? Ja, daarom. Maar hoe was jouw kerst en oud en nieuw? Ja, ik heb een hele leuke kerst gehad. We waren met de familie naar Hooghalen in een huisje met de fam. Oh, en dat was heel erg leuk. Ja, en de tweede kerstdag zijn we naar Hongarije gereden. Hongarije. dit ben ik. Hongarije. En dat was een ritje van 15 uur. En daar zijn we met eigenlijk met alle broers en zussen van mijn vriend plus aanhang zijn we naartoe gereden. En de ouders van mijn vriend die zijn daar sinds kort gaan wonen. Nice. En daar hebben we eigenlijk vanaf tweede kerstdag tot 2 januari zijn we daar geweest. Dus we hebben daar ook lekker oud en nieuw gevierd. En, heel leuk. Ja, lekker. Ja, ze wonen echt helemaal op de Pusta, zoals dat heet. Een soort van de Veluwe van de Hongarije. Oh, en echt gewoon midden in de natuur. En ik denk de buren zijn op 1 tot 2 kilometer afstand. Dus je hoort echt niks. En, echt wat lekker. Gewoon echt heel rustig. Ja. Echt een aanrader. Mocht je ooit naar Hongarije willen. En de natuur willen opzoeken, dan is dat echt prachtig. Ja. Nee, maar ik heb was leuk. Leuke feestdagen gehad. Nice. Absoluut. Mooi. Ja. Goed, ja. En nu gaan we weer helemaal fris en fruitig het nieuwe jaar in. Ja. Jij nog dry January? Nee, maar ik ben sowieso niet iemand die heel veel drinkt. Dus ik ben ook jarig in januari, dus een beetje lastig. Ja, dat zal ik al. Maar drink met mate. Ja, altijd. Ja. Heel goed. Ja. Maar goed, het nieuwe jaar is begonnen. En allereerste reis van het jaar. Dat gaat de binnenlandse reis. Of nee, dat is de wintersport. We gaan met bruggetje. Oké, de tweede reis, toch? Ja, tweede reis van Kick. Dat is de binnenlandse reis. Ja. Want jullie zitten. Jij zit in de Binnenlandse Reiscommissie. Ja, klopt. Jij hebt het vorig jaar gedaan. Ja, kunnen jullie even kort samenvatten, wat is de Binnenlandse Reiscommissie?
Doe jij hem? Ja, is goed. Ja, we gaan gewoon lekker met z'n allen, of nou ja, voor iedereen die mee kan en niet op de wachtlijst staat, naar ja, binnenlandse reis, gezellig, 2 nachten, 3 dagen. Ja, gewoon gezellig met elkaar. Leuk. Een beetje activiteiten doen en ja, genieten van alles wat we gaan doen. Ja, ja, want de binnenlandse reis gaat dit jaar naar... Ja, naar Den Haag. Den Haag. Oh, ja, dat even kunnen vertellen. Ja, 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 we gaan naar Den Haag dit jaar, dus heel leuk. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden, maar ik heb echt heel veel zin in en we hebben leuke dingen bedacht. Dus, ja. Zijn jullie wel eens eerder mee geweest naar de binnenlandse reis? Ja, vorig jaar dan zelf georganiseerd naar Maastricht en dat jaar ervoor naar Rotterdam. Oh, ja. Ja, dus leuk. Dat was... ja, dat was eigenlijk voor ook mijn eerste reis met Kik. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel heel leuk. Ja, dan word je gelijk helemaal over de streep getrokken, hè? Ja, als je eenmaal op één reis bent geweest, dan denk je, ah, ik snap de hype. Ja, ja, ja. Je moet erbij zijn. Je komt zo sneller dichter tot elkaar of zo. Het is gewoon, je doet het samen, je gaat leuke activiteiten doen. En het is gewoon echt een hele goede manier van bonden of zo. Ja, en je spreekt ook gewoon mensen die je niet zo snel zou spreken. Ja, ja, je ziet elkaar op een borrel, maar dan ja. 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 Of je daar nou echt een gesprek mee kan voeren. Ja, soms dat... ja, want jij hebt bijvoorbeeld ook met de buitenlandse reis vorig jaar Praag... heb je ook een beetje een vriendinnengroep aan overgehouden, toch? Ja, klopt. Ja, ja, dat is echt daar echt wel een beetje ontstaan. Ja. Dus met 4 van de commissie van vorig jaar. Ja. En dan nog 2 meiden erbij. Ja, dat is daar echt ontstaan. Dat is echt heel grappig. Ja. Dat is eigenlijk ook wel het mooie van de reis. En dat heeft ook wel echt... Dat is ook wel de kracht of zo van zijn reis. Ja. Dat er nieuwe vriendschappen ontstaan... Ja. Echt zo'n groepje wordt en zo. Doet echt wonderen. Ja, ja. Ja, dat is echt, ja, dat is zo leuk. Ja. Ja. Maar even kijken, even terug naar de Binnenlandse Reiscommissie. Want met hoeveel mensen zitten jullie in de commissie? Nu met z'n 5. Met z'n 5. Ja. Dus, en jullie organiseren het dan ook echt allemaal met z'n 5, hè? Ja, 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 ja. En natuurlijk wel hulp van het bestuur, maar ja, regelen precies. Met z'n 5. Ja, ja. En jij bent wel al een keer mee geweest met de Binnenlandse Reis? Niet? Nee, nee. Oh. Jee, ik wilde dus wel graag mee, maar nou ja, vorig jaar was ik geen actief lid. Ik was toen niet in Nederland. Nee. En het jaar daarvoor toen, ja, was ik het tweede half jaar niet in Groningen. Dus toen kon ik ook niet mee. Dus ik heb wel heel veel zin in. Want je hoort altijd iedereen zeggen, ja, tweede half jaar van Kik is echt heel leuk. Dan zijn alle reizen, ja. Iedereen groeit naar elkaar toe. Ja. Dus daar heb ik wel echt heel veel zin ja, in. Nice, ja, nice. Maar moest je voor stage of minor of zo weg? Of, nee, ik heb vorig jaar een tussenjaar gehad. Oh, ja. Waar ben je op heen geweest dan? Ik ben in Afrika geweest en Zuidoost-Azië. Zo. Ja. Heel vet. Heb je alleen gebackpackt? Nou, in Afrika heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Oh. Ja, in Tanzania een paar maandjes. Dat was heel leuk. Wat voor vrijwilligerswerk? Ik heb kinderen les gegeven. Oh, wat leuk. Ja. Heel cool. Oh. Ja, ja, is heel leuk. Ik werkte op 2 verschillende scholen. En ja, ik gaf gewoon heel veel verschillende vakken. Ja. Maar ja, op 1 school, die kinderen spraken geen woord Engels. Dus het was echt met handen en voeten. En ik probeerde Swahili te leren. En zij probeerden Engels te leren. Het is wel echt superleuk om te doen. Leuk. Gewoon een half jaar daar? Of? Nou, daar ben ik 3-4 maanden geweest. En toen ben ik voor de kerst naar huis gegaan. Want ja, ik vind dat toch gewoon altijd wel heel gezellig om dan toch thuis te zijn. En met oud en nieuw. En toen ben ik het jaar erop gaan backpacken inderdaad. Cool. Wat leuk. Ja. Heel nice. Nice. Ja. Ja. Wat cute ook. Ja, ik vind dat hoor je niet vaak. Nee, ik vind dat, nee, het is echt superleuk. Maar heb je dan ervaring met lesgeven? Nee, nou dat is dus... Ik heb echt 0,0 ervaring. Ik ben ook helemaal niet iemand die dat kan. Maar ik denk dat je daar al vrij snel hun al wel veel dingen kan bijbrengen, zeg maar. Nou, dat is het ook. Want ik dacht, ja, ik heb geen ervaring met lesgeven. Alleen, ik wilde wel heel graag al mijn hele leven vrijwilligerswerk doen. Ja. En toen kwam ik dus nou ja, tegen dat je gewoon les mag geven... als je gewoon goed Engels kan en dat soort dingen... Ja. Dus ja, ik ben gewoon die organisatie gaan bellen en met hun in gesprek gegaan. En toen kwam ik in Tanzania terecht. Ja. En toen kwam ik op een school en allemaal van die kleine kindjes. En ze waren echt heel jong. Zo schattig. Ja, echt super lief. En ze waren ook heel erg enthousiast als ik ze dan les gaf. Dus dan gingen we rekenen of Engels doen of ja, voorstellen. En met allemaal, ik had dan altijd diertjes bij me. En dan ging ik die dierengeluiden nadoen. Dan moest ze zeggen dat dier het was in Swahili en dan in Engels. En ja, zo een beetje leren. Hetzelfde met kleuren. Gaf ik een potlood van, hey, welke kleur is dit? Nou ja, gingen ze dat zeggen in Swahili en dan in Engels. Dus ja. Ik leerde er heel veel van, maar zij ook. Ja. Kan je Swahili's? Nou, niet meer echt, nee. Oh. Nee, ik kan alleen nog een beetje tellen en zo. Maar hoe klinkt dat? Ik ben daar echt benieuwd naar. Heb je nog iets in je? Ja, ik heb nog wel... Als ik ga tellen, dan is het Moja, Mbili, Tatu, Ene, Tano. Zeg maar, dat is gewoon... Ja. Dat klinkt heel erg soort van Zuid-Afrikaanse dance-vibes of zo. Shit. Dat je zo kringel aan het ronddansen bent. Ja, wel een beetje, ja. Wat leuk. Ja, het is wel heel erg gezellig. Ja, het is echt een heel lekker taaltje ook, hoor. Want dan loop je gewoon op straat en dan ja, iedereen zegt habari, weet je wel. Oh, wat is, leuk. Oh, of mamba, poa. Dat is een beetje heel gezellig gewoon. Maar iedereen praat ook tegen je. Wat leuk. Ja.
Ja. Ook heel, heel dankbaar werk. Ja, zeker. Ja. Ik mis het ook wel, hoor. Snap dan ik. Zie ik die foto's terug, denk ik, oh, die kindjes. En gewoon al die mensen die je daar hebt ontmoet. En waarmee je dan naar feestjes ging en zo. Want ja, zij namen je gewoon helemaal mee. En dan ging je bij die mensen thuis eten. Echt supergezellig. Wat leuk. Ja. Ja. Ja, heerlijk. Goeie ervaring. En nu vrijwilligerswerk voor... voor de Binnenlandse Reis, voor Kik, ja. Voor de Binnenlandse Reis. Ja. Nou ja, is het praktisch gezien wel een soort van, ja, toch? Ja. Maar ik hoef geen les te geven, dat scheelt. Want ik denk niet dat, dat iedereen naar mij luistert dan. Nee, dat is zo chaos met je commissie. Nee, we doen het goed. Nice. Maar kun je wat meer vertellen over de Binnenlandse Reizen? Maar zijn er al bepaalde plannen gemaakt? Of, Ja, we hebben wel wat bedrijfsbezoeken, zeg maar, nou ja, nu geregeld. Ja. Maar verder, we zijn nu echt bezig. We mogen nu de leuke dingen invoeren. Ja, dus kijk, in het begin was het heel moeilijk van, hey, waar gaan we heen? Hoe komen we tussen, of nou ja, binnen het budget te zitten? Mm-hmm. Met hoeveel mensen gaan we? En dat is best wel lastig om allemaal uit te zoeken. Ja. Dat Want hoeveel mensen gaan er mee? 35. En het is al helemaal vol, zag ik. Ja, ja, echt binnen 50 seconden was het helemaal vol. Geweldig. En de wachtrij, dat is top. Ja. Ja, en dan ja, weet je dat goed aanslaat. Ja, precies. En dan weet je ook gewoon, iedereen heeft er echt zin in. En iedereen zit gewoon om 12 uur klaar om zich in te schrijven. Ja. Dat is echt heel leuk. Ik had echt een hartslag tot en met hier als ik me ging inschrijven voor een reis. En echt met mijn iPhone-klokje erbij, want die is voor mij het meest accuraat. Ja. Refreshen en aanmelden. Ja, ja, ja. Oh, elke reis weer zo spannend. En dan zit ik echt helemaal hoog in mijn energie. En oh, ja, je wilt er gewoon echt bij zijn. Ja, tuurlijk. Want je weet gewoon dat als je niet... Nou, als je op de wachtlijst staat, is de kans op zich nog wel groot dat je mee kan. Maar zeker, je wil gewoon natuurlijk gelijk die zekerheid. Ja, en niet die FOMO hebben als je niet mee kan. Ook dat, ja. Ja. Oh. Maar kun je wat meer vertellen over de bedrijven? Of moet dat nog geheim blijven? Ja, we kunnen wel één tipje van de sluier geven. Ja? Ja, ja, we hebben in ieder geval één bedrijf. Dat is wel heel leuk waar we naartoe gaan. We gaan op bezoek bij het Mauritshuis. Dus, cool. Ja, nou ja, dat is in ieder geval één ding dat we al gaan blootgeven. Ja. Maar de rest is nog een beetje... Mauritshuis, dat is toch in ik weet het even niet meer. Nee, is gewoon in Den Haag, toch? Ja? Toch? Ja, toch? Wat toch? Is het? Nee, dat is, nee, dat is toch... Nee, dat is dat in Den Haag. Oh nee, ja, ja. Ik denk dat ik het in de war... Maar nu ga ik twijfelen. Ja, ik ook. Ik denk ook dat het... Ik hou het denk ik in de war met... Je hebt ook zo'n soort van heel koninklijk hotel in Scheveningen. Oh, jij bedoelt... Ja, ja, ik daar ben ik geweest. Ja. Ja, dat staat in Scheveningen. Maar dat is niet het Mauritshuis. Nee, okay. Nee, dat is ook echt een hotel. Nou, ik moet heel eerlijk even bekennen. Ik weet even niet meer wat het Mauritshuis is. Maar weten jullie het wel? Zeg maar, jongens, had het een heel leuk jaar, maar... Ja, Goede organisatie dit. Oké, volgend onderwerp. Kut. Maar leuk, Mauritshuis. Ja, tof, heel leuk. Ja, daar, echt dat we daarheen gaan. Ja, ja, zeker. Ja, het is wel heel interessant. Het is iets meer politiek gericht. Ja. Ja, we gaan echt een beetje naar de, nou ja, hun strategie kijken. Oh ja. En hoe ze alles aanpakken. Dus dat is wel heel interessant. We krijgen een beetje presentaties over wat ze achter de schermen doen. Ja, heel leuk. Ja. Wij zijn, ik denk dat het inmiddels 4 jaar geleden is, zijn we ook naar Den Haag geweest. En toen hebben we ook best wel wat leuke bedrijven gehad. Zijn we volgens mij ook naar Bureau Brand. Dat is ook een soort van communicatie/designbureau. Was ook echt superleuk. Hadden ze een hele lieve tackle. Echt? Heet, hoe heet die ook alweer? Olly of zo? Ja, volgens mij heette die Olly. Was echt super schattig. En echt een heel tof en heel vlot, heel hip bedrijf. Dat was echt heel erg cool. En we zijn van ook nog naar Scheveningen gegaan. Dan zijn we nog naar de Game State geweest. Oh, en ook nog naar een soort van communicatiebureau. Maar dat was echt heel saai. Dat was echt heel... Nee, we zorgen wel dat het leuk blijft. Ja, hoor. Dat is ook belangrijk, hoor. Dat is belangrijk. Niet dat iedereen zich nu gaat uitschrijven, want het wordt echt leuk. En de volgende dag zijn we toen doorgegaan naar Amsterdam. Het was een leuk feitje. Oh. Vroeger heette de Binnenlandse Reis heette Randstad Tour. Oh, omdat ging ieder jaar naar de Randstad? Ja, volgens mij ging het altijd naar de Randstad. En dan, Maar vroeger, doe je dit al zo lang? Vroeger en mijn jonge jaren. Vroeger was alles beter. Ja, joh. Dit is mijn 6e of 7e jaar bij Kik. Ja, dat was 4 jaar geleden. Lang. Ja, het is wel echt lang. Ja. Ja. Dit is ook wel mijn laatste jaar, hoor. Dat is hiernaast klaar. Nu is het bijna hard. Nee, op een gegeven moment moet je stoppen op je hoogtepunt. Ja, heel goed. Nee, maar dat was 4 jaar geleden. En toen heette het dus nog Randstad Tour. Inderdaad, omdat ze dus altijd naar de Randstad gingen. Dus we gingen van Den Haag gingen we naar Amsterdam. Oh. En toen hebben we ook nog heel chill gechilled op het... Hoe heet dat ook weer? Op het IJ? Mm-hmm. IJ heet het gewoon. Ja, dat is ja.
lekker op het terrasje. En daar zat een soort van bedrijf. Dat was dan een neef van iemand die ook bij Kik zat. De Happy Smugglers. En die had een soort van boxers met een soort van vakje erin waar je dan confetti in kon verstoppen. Dus laat ik haar zo even noemen. Maar die verkocht dan van die boxers met smileys erop. En dan ging hij daar helemaal over zijn eigen bedrijf vertellen. En dan wel echt daarna, heel leuk. Ja, vet echt leuk. Heel leuk. En mochten daarna met z'n allen moesten dan al die boxers met dan confetti en zo in dan die verpakking doen en dan inpakken. Wat leuk. Voor hem ideaal. Maar bleven daarna, jullie daar dan ook een nacht? Of was het gewoon alleen even een dagtripje naar Amsterdam? Wij bleven daar één nacht. Ja. Dus je deed één nacht in Den Haag? Ja. En dan één nacht in Amsterdam? Ja. Dat is ook wel leuk, ja, hoor. Ja, ook leuk. Ja, dus wie weet. Want het is nu ook één nacht of twee nachten? Nee, twee nachten. Dus dat zou nog een optie kunnen zijn. Het is nu wel geboekt, hoor. No. Dus, maar goede tip voor volgend jaar, maar inderdaad. Zeggen, voor volgend jaar is het wel dat is wel heel leuk. Maar waar slapen jullie? In het... Kinkel? Nee. Oh, nee, hoe heet dat? Will and Tate. Will and Tate. Ja, oh, Will and Tate. Zeg me helemaal niks. Wel redelijk in het centrum. Oh, ja. Dat is wel heel relaxed. Ja, daar heb ik echt wel naar gezocht. Want dat was dus super lastig om te vinden. Er waren gewoon sowieso bijna geen hostels. Nee. En nou, deze zat gewoon lekker in het centrum. Anders zit je er super ver buiten. En dan moet je altijd met vervoer gaan regelen en zo. Ja, klopt. Maar klopt, deze zit gewoon lekker centraal. Dus het is ook het makkelijkste. Doen. Ja. Dat is ook wel veel chiller, hoor. Ja. Ja, scheelt gewoon heel veel. Zeker. Ja, Den Haag is groot, hoor. Ja, dat is echt. Ik ben er nu. Ik heb altijd een standaard festival in de zomer, wat in Den Haag is. Dus ik kom er dan nu wel jaarlijks. Maar het is echt. Verbaast me over. Het is niet zoals Groningen, dat je gewoon even zo overal naartoe kan met fiets. Kan wel, maar dan ben je lang onderweg. Ja, klopt. Daarom hebben we ook echt wel gekeken naar, weet je, wat ligt een beetje centraal. En nou ja, wat is ook te doen qua bedrijven en zo. En, Maar hoe is het tot stand gekomen dan, Den Haag? Nou, wat ik zeg, het was zo moeilijk om iets te vinden. Ja. En we gingen gewoon zitten en zeiden, waar gaan we heen? Er kwamen echt heel veel ideeën. We hadden echt van alles en nog wat bedacht. En toen zou iedereen per stad, zeg maar, wat hostels gaan zoeken. En wat zijn de prijzen? Nou ja, die week daarna kwamen we weer bij elkaar terug. Ja, dat gaat niet. Het is allemaal te duur. Lukt niet. Oké, nou, weer allemaal andere steden. Ja. En uiteindelijk was Den Haag nog de enige optie. Dus zo is Den Haag echt tot stand gekomen. En we hadden wel zoiets, we willen natuurlijk niet iets wat al eerder is geweest. Nee. Alleen 4 jaar geleden, dan mag het wel weer. Op een gegeven moment is het ook bijna niet te doen meer om iets anders te vinden, toch? En eigenlijk, is echt zo. Ik denk dat de mensen die 4 jaar geleden mee waren, die zitten nu denk ik ook allemaal niet meer bij Kik. Dus voor iedereen is het eigenlijk gewoon weer nieuw. Nou ja, precies. En toen op zich, weet je, Den Haag hadden we ook zoiets, we moeten wel een stad hebben waar gewoon genoeg te doen is. Ja. En wat gewoon heel leuk is. En toen dachten we, Den Haag is wel gewoon echt een leuke stad. Ja. En het was goed te doen qua overnachting. Ja. En gewoon een mooie plek. Want we hadden ook echt wel andere steden. En dan zaten de hostels gewoon echt net buiten het centrum. Mm. Ja, dat is heel zonde. Want dan zit je altijd met, je moet overal rekening mee gaan houden. Klopt. En dat hoeft nu niet. Om een OV-fietsje huren. Ja, zit je daar met 35 man. Ja. Hey, we komen even OV-fietsje huren, hoor. Dat is ook niet handig. Ja. Dus, en dan heb je ook nog mensen die misschien geen week-OV hebben. Want dan betaal je ook nog eens flink voor het OV de hele tijd. Klopt. Ja, je moet natuurlijk wel zo min mogelijk kosten ook hebben. Ja. Dus eigenlijk kwam Den Haag als beste uit de test, om het zo te zeggen. Ja, echt tof. Ja. Want wanneer gaan jullie daar naartoe? 20 tot 22 maart. Oké, dus op zich, er zou ook nog wel kans zijn op mooi weer. Ja, in principe wel. Ja, het zou wel heel fijn zijn. Maar volgens mij hebben we vorig jaar letterlijk nog sneeuw gehad in maart. Dus. Ja, dat is echt. Een soort van wintersport 2.0. We gaan toch op wintersport, jongens. Gewoon 2 maanden achter elkaar. Ja, we gaan gewoon nog een keer. Nee, ik hoop gewoon dat het zonnetje een beetje schijnt. En gewoon dat het droog is. Ja. Want dat scheelt gewoon zoveel. Ja. Gelukkig zijn de bedrijven niet buiten, maar alsnog. Ja, het is gewoon voor de sfeer. Ja, voor de sfeer is dat gewoon leuk. Ja. En voor de activiteiten die we gaan doen ook. Ja. Dus, is het ook de bedoeling dat jullie op stap gaan? Ja. We hebben nog niks gepland, maar ik zeg gewoon volmondig Hoort er ook een beetje bij. Ik ben getopt, en dat willen we allemaal. Dus daar waren we al snel over eens. Dat gaan we zeker doen. Ik weet nog wel 2 jaar terug in Rotterdam, waar we met z'n allen op de bar stonden. Ja, dat was ook zo leuk. Dat was wel echt heel cool. Dat was ook echt zo'n vibe of zo. We waren toen even, voor de andere luisteraars die er niet bij waren, maar we waren dus in een kroegentocht. We waren op een gegeven moment in een kroeg. En we waren daar denk ik als enige 30 man, 35 man. En die DJ die kwam uit Groningen. Nou, die vond dat natuurlijk weer helemaal geweldig. Dus op een gegeven moment schreeuwde hij, ga allemaal maar op de bar staan. Dus wij op de bar. Nou, echt de gratis shotjes die kwamen van onder zo. Van die bladen zo omhoog lift. Nou ja, goed, dat was ook echt zo leuk. En echt, dat was zo gezellig dat ik dacht, wow.
dat dit nog kan met z'n allen op de bar. Dat is echt geweldig. In Rotterdam ook, ja, hè? In Rotterdam. Ja. Het was echt... En die DJ, ja, die vond het natuurlijk veel te prachtig. Dus het was echt geweldig. Het gras van de Noorderplantsoen werd gewoon gedraaid. Ik heb deze filmpjes nog. Ja. Ik kreeg toen al die Snapchat-filmpjes wel. Toen dacht ik, oh, was ik hier maar bij. Ja, dat was wel echt een dikke vibe. Ja, was echt heel leuk. Dat was heel leuk. Vond echt een soort van VIP of zo. Klopt. En dan werd het zo, mensen van Kik, laat je horen. En dan hier zijn schreeuwen en allemaal van die vlammetjes en zo. Weet ik allemaal wat geweldig. Was. Ja, dat was wel echt tof hoor. Ja. Heel leuk. Ja, wat hebben wij ook nog meer gedaan in Rotterdam? Bedrijfsbezoeken sowieso. En we gingen met de watertaxi ook. Oh ja, ja. Ja, dat was ook echt heel leuk. Ja, dat was echt tof. Ja. En naar dat hotel, dat was ook echt tof. Ja, dat was een heel leuk bedrijfsbezoek inderdaad. Hotel New York. Ik kreeg daar gewoon presentatie over wat ze deden met communicatie. En was echt wel heel erg leuk. Ik het jaar voor Rotterdam zijn we naar Utrecht geweest, volgens mij. Ook leuk. Dat was ook echt heel erg leuk. En toen hadden we ook echt fantastisch weer erbij. En dan hadden we een soort van speurtocht door Utrecht. En toen op een gegeven moment eindigden we allemaal in een park. Daar hadden we pizza's besteld. Nou, super gezellig. Zaten we met alles gewoon in een kringetje. Leuk. En met wat drankjes erbij. En toen, s'avonds kon iedereen een beetje zijn eigen ding doen. Er was ook zo'n soort van game state. Ook wat je hier in Groningen hebt, alleen dan 10 keer groter. Is dat zo'n game hall? Ja, zo'n game hall. Daar heb ik echt zoveel dingen over gezien. Nou, dat was... Maar dat was echt heel erg leuk. Je bent natuurlijk daar met elkaar. Dat was een beetje ouwehoeren. En er staat natuurlijk ook al wat drankjes in. Nou, dat had ik de volgende nog wel een beetje geweten. Ik was echt... Ik had niet veel gedronken, maar het was of ik had iets verkeerd gegeten. Oh. Ik was de volgende dag zo beroerd. Dat was wat verschrikkelijk. Niet normaal, echt zonde ook. Dus we gingen ook de volgende dag gingen we ontbijten. Iedereen had even bij de Albert Heijn even wat eten gehad. En toen zaten we langs de gracht. Ja. Nou, op een gegeven moment ik voel me echt niet goed. Dus toen ben ik even een steeg ingegaan. En we spaarden details. Maar het was even niet... Oké, en daarna moesten we dus nog allemaal bedrijfsbezoeken. Oh, we gingen naar de jaarbeurs. Dat was wel echt heel tof. Dat is wel heel leuk. Maar ik vond hem gewoon zo broed dat ik op een gegeven moment ook een beetje in slaap viel. En Basie zei zo van, yes, bakken worden. En het is zo asus. Maar ik ben echt niet zo. Maar omdat ik me zo niet goed voelde, ik donderde gewoon echt in slaap. En nou, die man die zou wel denken, wat een asociaal rotkind is dat die er zit. En... Maar jaarbeurs, dat was wel tof. Er worden natuurlijk al die grote evenementen gehouden. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Waar zijn we daar nog meer geweest? Ook een soort van radiostation, toch Bas? Ik kijk jou eventjes aan. Was een radiostation, toch? Of was het een soort van IT-bedrijf? Ze deden wel iets met radio. Ja, een soort van IT-bedrijf. In ieder geval, dan konden ze helemaal laten zien hoe ze dan nummers gingen intunen. En dat wat was leuk. Ook wel heel tof. Heel leuk. Ja, ik weet ook nog in Rotterdam, we hadden die avond hadden we kroeg toch gehad. Nou, iedereen was natuurlijk hartstikke brak de volgende ochtend. En toen moesten we dus nog alle twee dagen, of we bleven één nacht. En die tweede dag waren allebei de bedrijfszoeken. Nou, we hebben daar echt, we moesten er om 10 uur zijn. We waren er om 10 uur en echt iedereen heeft denk ik gewoon voor zich uitgestaard. Ja, echt zo, kan je echt niet maken naar het bedrijf. Maar iedereen was zo brak. En ik weet nog dat we toen op die watertaxi moesten. En ik ging erop en toen dacht ik echt... ik weet niet of dit goed gaat. Ik was zo enorm misselijk toen ik van die watertaxi kwam. Ik dacht echt, en toen gingen we naar dat hotel, toch? Ja, en toen viel ik ook bijna in slaap bij die presentatie, omdat ik gewoon zo moe was. Ik dacht, dit kan echt niet. Daar hadden we wel rekening mee gehouden met Maastricht vorig jaar. Van, ja, slim. Dat wij de kroegen toch wel op de allerlaatste avond deden. En dan ook de volgende ochtend geen bedrijfszoek. Dat iedereen gewoon lekker naar huis kan. Als je nog een stad in wil, doe dat. Ja, ik denk maar wel omdat dat we echt dachten, dat kan je gewoon niet maken naar bedrijven. Nee. Die mensen maken daar gewoon tijd voor. En dan zit daar 30 man, hartstikke brak voor je. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal de vibe. Nee. Zet kiksers hebben goed neer. Ja, daarom. We blijven ook studenten. Maar inderdaad, je kan ook niet zeggen, jongens, ga niet drinken. Want we hebben morgen een bedrijfsbezoek. Ja. We moeten er goed ervoor, met de dag ervoor komen. Voor de dag komen. Ja, mijn uitspraken bij de podcast zijn niet altijd denderend zoals jullie misschien al hebben. Gewintersport, ja. Ja, kan gebeuren. Overkomt de beste. Het overkomt de beste. Ja, dat vind ik een mooie. Ja. Dat vind ik een hele goeie. Dat zeg ik sowieso heel vaak. Overkomt de beste. Ja, dat is mooi. Ja. Bas, ik kijk jou eventjes aan qua tijd. Hoe zitten we? Het is helemaal aan jou. Ja, ik ben eigenlijk ook al een beetje door tenminste... zijn er nog dingen wat jullie graag kwijt willen over de reis? Over de binnenlandse reis? Ja.
Nou, ik denk gewoon dat we heel erg moeten gaan afwachten hoe het wordt. Want ik kan nu wel alles gaan blootgeven wat we gaan doen en zo. Maar het is toch ook leuk dat je een beetje een surprise ding hebt. Kijk, ik ben zelf heel slecht in plannen. Dus ik maak de planning denk ik ook niet. Ik ben gewoon voor de spontane ideeën. Ja. Want dat is meer een beetje waar ik goed in ben. En ik kan wel plannen, maar ik hou me nooit aan een planning. Dus nou ja, wat dat aangaat. Ik denk gewoon dat het... ja, dat iedereen het een beetje op zich moet af moet laten komen, als je wat ik bedoel. Ja. En het wordt gewoon natuurlijk heel gezellig. Kijk, een kroegentocht, ja, dat zit er natuurlijk ook wel in. En die bedrijfsbezoeken, dat iedereen weet wel een beetje hoe het vorm gaat geven. Ja. Maar het is juist wel de bedoeling dat iedereen ook weer extra verrast wordt. Dat is wel een beetje wat we dit jaar willen. Dat iedereen denkt, oh, gaan we dit ook doen? Leuk. Ja. Maar dat we niet een beetje de standaard, maar gewoon extra leuk. Ja. Dat is een beetje ons plan. Ja. Precies. Ja, wij hadden vorig jaar ook in Maastricht dat we ook wel dachten, nou, we willen wel gewoon echt goede bedrijven zoeken waar ook echt mensen wel echt iets aan hebben. Toen kwam ik ook bij bedrijfszoek en die man, ja, was echt een hele aardige, bijzondere man. Maar die had echt een bedrijf, nou, daar zeg je echt u tegen, die deed helemaal de branding en de huisstijl van verschillende bedrijven. En dan ging die eerst 3 maanden intern, zodat hij gewoon de organisatiestructuur kon ontdekken. En dan ging hij daarop inspelen. Nou, hij liet een voorbeeld zien over van een advocatenbureau. En meestal zijn de advocaten gewoon heel, als je foto's ziet, gewoon recht voor je staat. Een beetje schuin, jasje aan. Maar hij zei, nou, we moeten het even een andere manier doen, waardoor mensen meer wat warmer gevoel bij een advocatenbureau gaan krijgen. Nou, die had echt foto's laten maken. Ik weet niet voor hoeveel duizend euro. Nou, er zat echt heel veel budget in, zei hij. Maar die foto's waren zo mooi en zoveel warmte. Lekker veel meer welkom, dat je dacht, oh. En we hoorden toen ook, waar liepen we eruit, zeiden, ja, dit is echt geweldig. Iedereen had helemaal aandacht, maar voor scriptie en de stageverslagen. Ja. Nou, wow. Dat is wel echt wat je wilt bereiken. Ja. Dat is wel echt wel heel leuk. En we hadden ook we dachten, nou, we willen even een activiteit waardoor je de stad meteen leert kennen, maar dat het niet gewoon, weet ik veel, een speurtocht is of zo. Dus wij hadden bedacht dat we dan, ze moesten dan naar 4 locaties gaan en daar moesten ze dan een opdracht uitvoeren. En ze hadden allemaal een kluisje meegekregen met een code. Oh. En als ze dan de opdracht juist hadden voltooid, dan kregen ze dus een cijfer. En in dat kluisje zat dus een kicksticker. En de laatste opdracht was dat je dan de kicksticker moest ruilen voor een voorwerp. Wat leuk. En dan, het ging ook op tijd. Dus wie het snelste zou doen, die zou winnen. Maar ook als je dan het origineelste object had aan het einde van de met de stickerruil, dan had je extra punten. Nou ja, dat is gewoon heel leuk, want iedereen wordt natuurlijk hartstikke fanatiek. Ja. Ja. En we hadden ook bedacht dat als je dan een ander groepje spot, dan kreeg dan volgens mij 5 minuten aftrek van je tijd, jouw groepje. Nou, dat is echt ik heb de gekste. Wij zaten gewoon ergens in een cafeetje, gewoon op die app. Maar op een gegeven moment, ja, je ziet ook gewoon iedereen gewoon wegspringen. En zo, ja, echt zo'n arm die van uit de steeg komt. Van, oh ja, kijk, daar is dat andere groepje. Oh, ja, dat is echt, dat is allemaal zo bezoek leuk. Bij vrienden, want je hebt een locatie. Ja, maar kijken waar iedereen Iedereen had ook locaties uitgezet en zo. Zo fanatiek. Ja, het is echt heel fanatiek. Maar ik vind dat altijd zo leuk om te zien. Iedereen gewoon, we gaan er voor, we willen winnen. En niks minder dan dat. Nee. Ja, dat was echt zo leuk. Dat maar wat is het grootste voorwerp wat ze dan hebben kunnen ruilen? Volgens mij was het een stukje fly wat het bijzonderste was. Ah, wel lekker. Ja, ik dacht echt, nou, dat doe je echt best wel goed. Ja, Maastricht staat natuurlijk bekend, of nou ja, heel Limburg om te flyen. Maar ja, dat was zo leuk. Dat was echt heel grappig. Ja, we hebben een stukje fly. Ah, daar ben je niet. Dat was ook leuk. Echt heel leuk. Echt nice. Ja. Maastricht is sowieso ook echt een prachtige stad. Ja. Het geeft een beetje een soort van Parijs-vibes, vind ik. Klopt, inderdaad. En het is ook niet, het is net zoals Groningen. Het is niet te groot, niet te klein. Nee, het is precies goed. Ja, maar het is wel, vanuit Groningen is best wel ver reizen. Hebben jullie dat met de trein gedaan? Ook? Ja, dat was echt bijna wel 4 uur. Zo. Volgens mij op de heenweg zelfs langer, want toen waren we allemaal gezeik met OV en zo. Oh, dan hebben we er volgens mij wel, 5,5 uur over gedaan. Oh mijn god, hele planning in de soep. Nou ja, dat ook nog. Ja. Dat wel. Maar we hadden het best wel redelijk op tijd door. Dus we hebben wel sowieso proberen volgens mij een uur eerder. Of stel je eerder. Voor dat je dan van die NS-bussen hebt. Dat je dan iedereen, een groep van 30, zeg maar, in zo'n NS-bus moet proppen. Dat ja, volgens mij moest dat ook naar Assen. Volgens mij. Oh mijn god. Ja, dat was echt. Logistiek was het wel een uitdaging, maar ja, dat is ook wel weer. Yeah. Heeft ook wel weer zijn charme. Ja, ik vond het ook wel weer echt heel leuk. Het is gewoon zo gezellig. Het is gewoon ook wat je er zelf van maakt. Ja. En met wie je omgaat en hoe leuk. En het is wel echt. Ja, het is ook gewoon leuk dat je met z'n allen gewoon dan echt een groep bent. En dat je gewoon met z'n allen
dingen gaat ondernemen. Je bent gewoon altijd met elkaar. Dat is wel het leuke. Ja, ja. Ja. En het is ook gewoon heel leuk als je met elkaar in het hostel zit. En gewoon op de kamer. Ja, ik vind het op de kamer vind ik altijd zo leuk. En ik zat al vorig jaar met mijn commissie. Maar dat is gewoon, dat is ook alleen al leuk. Dan heb je gewoon die voorpret al. Omdat je, je hebt dat die hele reis georganiseerd. En dan ga je ook even klaar maken. Is het, oh ja, we moeten het dan zo laat daar zijn. Ja, ik vind dat helemaal leuk. Dat, ja. Dat is zo gezellig. Dat geldt eigenlijk voor alle reizen wel. Wij zaten ook met Rotterdam, zaten wij bij elkaar op de kamer ook. Dat was inderdaad ook zo. Maar dat was ook echt zo'n ziek grote kamer. Ja. Echt, met zoveel. En toen sliep ik ook in die kubuswoning, of niet? Ja, ja, dat, was echt heel vet. Het zijn van die gele kubussen. Ja, waarschijnlijk als je het ziet, dan denk je, oh ja, dat. Maar het is echt heel cool. Oh, wat leuk. Ja, ja. Daar zat dus gewoon een hostel in. Ja, dat is best wel raar als je in een soort van kubus slaapt. Het waren ook allemaal rare schuine muren. Ja. En dan had je natuurlijk ook die ramen waar je dan geen gordijn voor had. Dus je een beetje ook weer vet vroeg wakker. Maar ja, maar ja, als je met elkaar, dan ben je sowieso wel vroeg wakker. En je wordt toch wel gezellig wakker, want je bent niet alleen. Dat is waar. Scheelt dat is waar. Klopt. Ja. Dat is inderdaad ook zo. En nog even dus over Den Haag. Dan gaan jullie ook gewoon met de trein naartoe, denk ik. Ja. We gaan gewoon lekker met OV. En, Ja, dat is ook wel gewoon de chillste manier om te gaan op zich. Ja, precies. Je gaat gewoon zitten. En Den Haag is rechtstreeks de trein, dus dat gaat ook weer. Ja, gewoon even chill. Goed de tijd in de gaten houden, hoe laat we weg moeten. Ja. En dan het liefst een half uur van tevoren alvast dat we gaan. Want anders dat moet je echt doen, want mensen komen sowieso te laat. Ja, ik ben zelf ook altijd te laat. Dus ja, ik heb dat tegenwoordig ook. Dat is zo irritant. Ik ben altijd gewoon, ik ben of echt te vroeg. Of ik ben nu gewoon iedere keer 2-5 minuten te laat. Dan denk ik echt, oh god. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk misschien door dit jaar of zo. Maar ik was nooit te laat. Nu, dit is gewoon echt, ik moet echt doortrappen. Wil ik nog ergens op tijd komen. Ja. Time management. Ja, het is gewoon te weinig uren in de dag. Ja. En nou, dat is te weinig dagen in de week. Maar ik ben altijd te laat hoor. Ik ben nog nooit op tijd geweest ergens. Ja, het is gewoon een ding. Oh. Aard van het beestje. Ja. Ja. Mijn autoknopje staat ook altijd een half uur te vroeg. Oh, want dan denk ik dus, dat dan heb ik dat meer is speling. Goed. Ja, dat is wel slim inderdaad. Ja. Ik heb dat ook altijd met vriendinnen. Dan denk ik, sommige vriendinnen komen standaard te laat, dat weet je. Dus nu zeg ik altijd gewoon dat we een kwartier eerder afspreken. Nou, voordat ze zijn, is het kwartier dat we echt weg moeten. Ja. Dat werkt echt top. Ja, dat doen mijn vriendinnen ook. Dat is ook perfect. Superhandig. Ja, ik heb dat ook nodig, want anders ben ik gewoon te laat. Sorry. Ja. Maar ik doe wel mijn best hoor. Daar ligt het echt niet aan. Kijk, het lukt me gewoon. Dan moet je vooral blijven zeggen dat je gewoon je best blijft doen. Dat je om op tijd te komen. Ik doe mijn best, maar het lukt gewoon niet. Het komt er niet uit. Wow, shit. Ja, het sneeuwt. Ik zag het ziek hard. Kijk. Ik had het echt leuk gevonden als die sneeuw er nou was met kerst. Met kerst, of zo. Ja. En niet als je op de fiets moet en dan weer onderuit gaan in die sneeuw. Bijna 15 graden met kerst. Ja, ik had echt wel zin om een sneeuwpop te maken met kerst eigenlijk. Maar je mag wel even naar buiten. Ik zat er helaas niet in. Oh, dat kan ik zelf doen. Nou, lijkt me mooi bruggetje om het stoppen. Want Merle gaat naar buiten sneeuwpop maken. Zie wel even een foto. Ja, doe dat maar. Graag. Die verschijnt ook wel even in beeld. Ik wil wel zo'n wortel in zijn neus. Ja, dank je. Nou, volgens mij kunnen wij nog uren doorkletsen over van alles en nog wat. Maar ik ga er nu eventjes een punt aan zetten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en de gezelligheid. Ik vond het heel gezellig. Ja, ik ook. Ik vond het echt leuk. Ja, ik ook. Ja, jij ook bedankt. Ja, dat geen je ons probleem. Hier wel hebben. Ja. Tuurlijk. Jullie zijn altijd welkom. Nou, wat fijn. Heel fijn. Het duurt nog eventjes, maar ik wil jullie sowieso heel veel plezier wensen. Ik ben er zelf helaas niet bij met jammer. De binnenlandse reis. Ja, ik ben al een keer daarna geweest. Hè, dus, nee. Ja. Was dat de reden dat je niet hebt aangemeld? Of dacht je na? Voor mij niet. Ik zit nu met werk. Dus ik zit een beetje met verlofdagen en zo. Dus ik moet een beetje mijn keuzes maken. Dus ik vind het wel jammer. Logisch. Maar misschien... dan is het ook niet. Eerst volgende, daarna. Naar buitenlandse reis. Of alternatief is ook nog. Ja. Want we hebben meestal normaal gesproken de liftreis. Alleen die is meestal na de zomervakantie. Maar dit jaar schuiven we hem voor de zomervakantie. Okay. Omdat dat... met de overdracht een beetje ingewikkeld is. Maar dat wordt ook een hele leuke reis. Nou, daar heb ik ook wel heel veel zin in. Daar gaan we nog even een nieuwe podcast over maken. En dan kom je gewoon weer gezellig. Dat gaan we doen. Ja, doen we. Oké. Kijkers/luisteraars thuis. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren of kijken. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doei. Doei.